Het is misschien handig als u in de auto gaat zitten. Ja? Start de auto wel en slaat hij niet aan? Of? Hij pruttelt en hij tikt en hij doet wel wat, maar hij slaat inderdaad niet aan. Ik denk, laat maar zo. De branding is er niet. Laat maar zo. Ik ben met de stand van motoren. Nou, laat maar lopen. Ik denk dat we even. Daar ben ik weer, Paul van de Wegenwacht. Leuk dat je kijkt naar een vlog van mij. Vandaag de allerlaatste dag op de Wegenwachtauto. Mijn laatste werkdag als Wegenwacht is aangebroken. Notabene op Koningsdag, dus het is een feestelijke dag. En laten we er ook een feestje van maken van die laatste pechgevallen. Ga je mee? Zo, ik ben aangekomen op de Boerhavenlaan in Leiden. Ja, hallo mevrouw, ik ben hallo. Paul van de Wegenwacht. Hallo, Janine. Gezellig. Hey, wat is het probleem met de auto? Nou, ik denk dat ik een lekke band heb. Oké. Ja. Nou, gaan we eens even kijken. Naar de Lupo, hè? Lupo, ja. Dat kijk, is deze. En heb dan ik ook ooit nog eens gehad. Oh ja? Ja, echt? Helemaal, ja. Zijn net een groene had ik. Hè? Ja, leuke auto's om te rijden. Ja. En die band is dus die een band. Beetje zacht. Ja, die is zacht. Nou, hij is inderdaad zacht, we kunnen dat zien, hè. Maar kijk, mijn oog valt gelijk op deze schroef hier. Ja. Dus dat is natuurlijk de boosdoener. Oh jee. Waarom de band dus inderdaad in dit geval echt lek is. Ja, dus ja, nou, we gaan eens even kijken in de auto of er een reservewiel is. Ja, ja, laten we maar doen. Nou, er is inderdaad een reservewiel bij de auto. Die gaan we gewoon gebruiken. Ja. Het bekende luchtkussen ligt er weer onder. Dus mevrouw, zit de schroef hier zo. Ja. Nog wel in het loopvlak, maar helemaal aan de zijkant. Aan de wangkant, de dragende gedeelte van de band. En in principe mag je maar 75% van het loopvlak, vanuit het midden gezien, mag je repareren. En dit, deze lekkage, dus hier op de hoek, mag je niet repareren. Dus dat wordt helaas een nieuwe band. In dit geval een nieuwe winterband. Ja, dus ik ga uw reservewiel erop zetten. En dan kunt u in ieder geval veilig rijden. Dank u wel. Standje net af. Trek hem zo nog even na en pompen hem nog even op. Dat ik eigenlijk even rechtuit moet zetten, het wiel. Maar kijk, zo gaat het ook. Ik zal de andere banden ook eventjes checken. Nou, mevrouw Janine. Ja? Succes met de Lupo. Heel geef even door aan uw garage dat er een nieuw band moet worden besteld. Zo'nzelfde winterband, want het reservewiel wat er nu op zit is een zomerband. Ja. Dat is niet handig. Je kan wel best gewoon vier dezelfde banden hebben. Ik begrijp ja? Ja. Misschien handig als je in de auto gaat zitten. Ja? Start de auto wel en slaat hij niet aan? Of? Hij pruttelt en hij tikt en hij doet wel wat, maar hij slaat inderdaad niet aan. Ik denk, laat maar zo. De branding is er niet. Nou, maar lopen, ik denk dat we even terug. Die hebben jullie al vaker gezien, een versopen motor. Wat is er gebeurd? Meneer heeft gestart en maar een klein stukje de auto verplaatst en daarna uitgezet. Nou, en met een koude motor wordt er heel veel brandstof ingespoten. Je zet dus de motor uit, er blijven heel wat brandstofresten blijven erachter. En dan heb je natte bougies, natte cilinderwanden. Als je dan iets later of half dag later weer gaat starten, dan heb je kans dat de oliefilm uitstekend is gespoeld door die natte benzine. En dan heb je dus weinig compressie en de bougies zijn daar ook, daarin ook nog eens een nat van de benzine. Dus heb je een slechte of geen vonk. Ja, en dan start je wel, maar dan start de motor dus niet aan. Remedie, plankgas starten. Dan geef je de motor lekker veel zuurstof. Onthoud. Zo, we gaan eens even kijken bij een Ford Mondeo. In Oestgeest, in een parkeergarage. Jammer, want het is hartstikke mooi weer. Hallo! Hoi. Hallo meneer Van der Veer. Paul van Tongeren. Wie kwam er weer? Hey, begrijp van u dat dit de eerste keer is? Het is de eerste keer sinds ik lid ben en sinds ik weet ik het. Ja, kun je nagaan. En hoe lang bent u al lid? Ik ben al 20 jaar lid. Wow. Ik, nou, zo dan, ja. Ja. Nou ja, kijk. Ah, dat klinkt bij mij bekend in de oren. Oh. Weet je wat ik ga doen voor u? Ik ga eerst eens eventjes de accu testen. Zou ik denken, met mijn beperkte kennis. Nou, dat tikken wat u hoort is de startmotor die in en uit gaat. Ja. Dus we gaan eens even kijken.
Even kijken wat amperage is. 540 EN. Dat is de koud startstroom. Zo. Want de accu moet kunnen leveren aan de startmotor om te kunnen starten. Nou, dan gaan we eens kijken wat hij doet. Als ik nou kijk wat hij aangeeft. Hij moet 540 kunnen leveren. En dan levert nog maar 130 ampère. En de gezondheidstoestand, ja, dat is nog maar een kwart ongeveer. Ja. Dus ja, dat is gewoon slecht. Ja. En dat is de reden waarom hij dus niet, net niet genoeg stroom heeft om te kunnen starten. Dus er moet eigenlijk een nieuwe accu in. Valt hij voor de rest goed, de Mondeo? Ja. Wat ik zeg, ik heb er nooit iets mee. Nee. En ik ga er in één keer in die, ja, naar de garage, daar zit het op neer. Nou, dat is het dan. En eens in een de... echte AWB-accu. Oh. Is wat, hè? Ja. Hij is gelijk maar kleiner. Of nee, hij is net zo groot. Oh. Ja, dankjewel. Oh, nee. Klem even schoonmaken. Volgens mij begint deze auto 20 jaar te zijn. Oh, ja, dat schiet al aardig op dan, hè. Zo. Alles schoon. Zo. Oké, dan kan de geheugenkamer af. Dan gaan we ook de nieuwe accu gaan we weer testen. Die accu is nou wat beter de laatste 5 jaar. Ja, beter en schoner. Oh. Wat schoon. Ja, deze accu is vanzelfsprekend oké. Okay, ja. Hij moet 620 kunnen leveren volgens de fabrieksgegevens. En dan levert 727 ampère. Wat ik nu gelijk doe is een systeemtest. Met andere woorden, ik ga de startmotor ook testen, controleren. En ik laat het apparaat ook de dynamo testen. Mag ik even starten? Mag ik de koplampen aanzetten? En de ventilatie, de blower. Startmotor is oké, dynamo is oké. De spanning bedraagt 14,13 volt. Dus de dynamo-spanning is prima. Ja, alles is eigenlijk oké. En het hele probleem eventjes opgelost ja, hebt. Ja, graag gedaan. Nou, nog heel veel veilige kilometers met uw Mondeo. Dankjewel. Best, hè? Dag. En jij... Oh ja, doet u voor mij de garage deur open? Sorry, ik breek even in. Wil je nou ook weegewacht worden? Ga dan naar werken bij amb.nl. Zo, ben aangekomen in Noordwijkerhout bij de SO on the Run. En daar staat een oranje Fiesta met twee heren erbij. Hoi. Hoi. Ik ben Paul van de Wegenwacht. Hoi. Hey. Jij komt ons helpen. Ik kom jullie helpen. Dat is fijn. Ja. En ik begreep dat er een lekkage was aan de Fiesta. Ja, klopt. Oké. We denken de koelvloeistof, dat daar een lekkage zit. Oké. Ja, bij het vullen is hij eigenlijk al meteen heel snel leeg. Oké, nou dat is natuurlijk niet de bedoeling. En waar moeten jullie naartoe? Naar Den Bosch. De Bos, oké, dus nog even eentje weg. Nou, ik ga even kijken of ik jullie kan helpen. Hey, mag je hem even starten? Hallo. Jullie hebben hem zelf al bijgevuld een keertje? Ja. Oké. We kunnen wel dure koelstof in gooien, maar als ze net hard weer uitlopen, is dat weer met je zonde. Nee, klopt. Ik had eigenlijk verwacht dat er een melding zou komen op iets of niet, dat je ziet dat de temperatuur echt gaat stijgen. Ja, ja. Maar dat zag niet gebeuren. Ik zag wel wat witte rook. Oké, aan de voorkant of aan de achterkant? Aan de voorkant. Achterkant. Ah. Oké, kijk. Als je hier kijkt, ja? Kom maar met de camera, kan je het zien. Hier is er een slang afgebroken, althans. Ja. De aansluiting van de slang is afgebroken. Los. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Oh, daar gaat mijn lampje. Hier ligt er dus een slang los. En dat is niet goed. En dat is een slang, die is een kachelslang. Want dan gaat hier het schutbord gaat hij naar binnen naar de kachel. He, een kachelradiator noemen we dat. En de aansluiting ervan, die is afgebroken. Aan het thermostaathuisje, aan die kant. Dus ga even kijken of ik daar überhaupt iets aan kan doen. AWB Service Center, met Johan. Hey Johan, met Paul spreek je. Hey Paul. We hebben elkaar natuurlijk net gesproken over die Fiesta. Jij bent in de gelegenheid om die auto morgen te repareren? Ja, zeker. Nou, te gek man. Dan ga ik even via Logix
transport regelen dat die auto bij jou komt en dat die mensen in ieder geval met een vervangende auto naar huis te kunnen. Ja. En als die auto klaar is, Johan, kunnen ze dan die vervangende auto bij jou inleveren? Ook dat, dan ruilen we de auto's gelijk weer om. Ja. Nou, te gek man. Ik ga het goede nieuws vertellen. Okay. Is goed. Groetjes en tot morgen. Ja, tot morgen. Twee collega's gesproken van het servicecentrum in Ypenburg. En van Logix, waar je vervangende auto kan inzetten. De auto wordt zo meteen opgehaald hier. Okay. En naar ons servicecentrum gebracht. Ik zal zo een kaartje geven van dat je weet waar die staat. Mm-hmm. En jullie kunnen met de vervangende auto kunnen gewoon lekker naar huis. Oh, en dan houden jullie morgen even contact met mijn collega van het servicecentrum. Ja. Die gaan de auto verder repareren. Ja. En dan moet het helemaal goed komen. Super. Ja? Ja, super. Dank voor je hulp. En een goede reis naar huis, man. Ja, en jij ook succes met je laatste werkdag. Ik ben aangekomen bij PP Elsgeest, de pomp verderop. En hier staat een onfortuinlijke klant met een hele mooie Honda. Die normaal gesproken nooit pech heeft, toch? Ja. U heeft Smart Driver. Ja. En die gaf een storing aan en ook het motormanagementlampje brandde van de Honda. Ja. Meneer had op Smart Driver app gezien van de ANWB dat er een storing is. Dus we gaan hem even uitlezen. We hebben een probleem in de katalysator althans. Hij geeft aan dat het rendement te laag is. Ik heb de storing even gewist en dan gaan we eens even verder kijken naar de auto wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn. Mag je even gaan zitten meneer? En dan mag je even gas gaan geven. Gas geven? Een beetje gas geven. Ik wil even kijken of de doorstroom door die uitlaat of die voldoende is. Oké. Okay. Begrijpt u? Ja. Ga maar een beetje gas geven. Is niet echt gezond, maar... Ja? Oké. Okay. Na heel wat kilometers en wat jaren op de weg is de katalysator van deze Honda versleten. Ik heb dan ook de tip gegeven om deze bij de dealer of garage te laten vervangen. Ja, natuurlijk. U bent een mensenmens. Toch? Zeker. Ja. Nou, het beste met jullie. Ja, okay. Jullie ook. Succes, hè. Volgende pechgeval in Alphen aan de Rijn. We staan bij een Volkswagen Polo met een versnellingsbakprobleem. Zo, de klant wil liever niet een beeld. Die heb ik in de auto gezet, want die gaat eventjes wat demonstreren. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hou jij de schakelpokers heen en weer? Nou, je ziet de schakelkabel bewegen. Oké, laat maar los. En daar zie je een punt zitten. Daar moet dat oog overheen. Dus dat is een soort van versleten en losgeraakt. Zo, even een klein beetje ruimte maken. Dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Nee, het valt van het ergste uit. Zeg je? Het valt ergste uit, de kant alleen maar meevallen. Nee, het valt er reuze mee, joh. Mooi los. Dit gedeelte, dat moet dus daar overheen. En er hoort een rubbertje. Een rubbertje, zeg maar tussen. En dat is dus weg. En ja goed, dat moet dus bij de garage worden gemaakt. Alleen voor nu zal ik even een noodreparatie maken. Een soort tonnetje of een busje, weet ik het. Er is iets weg in ieder geval. Zo, probeer nu eens te schakelen heen en weer. En nu werkt het weer. Oké. Okay. Nou, ik ga even kijken of ik hem kan fixeren, ja? Even kijken, heb ik daar wat voor? Laten we het eens proberen. Kan ik hier tussendoor doen? Wat? Ja, dat lukt wel. Zo. Ja, veel beter krijg ik het niet. Ja, dan is naar voren en naar achter. 1, 2. Even ze vrij. Top. Zo. Okidoo. Nou, de borging van een schakelkabel die is los. Dus een veertje of een borgpen of iets dergelijks. Een busje. Is weggesprongen en de klant moet gewoon even langs de garage om dat te laten vervangen en dan is het probleem opgelost. Even kijken. Hey, goeiedag zeg. Goeiedag, goeiedag. Niet schrikken, ik heb een camera bij me. Nee, is goed hè. Maar je hebt namelijk geluk. Hoi. Hoi. Ik ben Paul. Giuliano. Hey, en dit wordt mijn allerlaatste pechgeval. Oh, kijk, gelijk. Wacht. Wat is dat voor moois?
De Beren, is dat? Ja, de Beren restaurant. Oké, zit je nou gewoon reclame te maken? Ja, sowieso. Goed man. Ja. Gedaan, dus nu tijd voor wat anders. Maar jij bent dus de allerlaatste. Mooi afsluiten. Ja, toch? Ja, mooie golf man. Ja, dank u wel. Hè? Dank u wel. Ik hoop dat hij het doet. Hey, vertel, wat is er gebeurd? Hij is nog warm. Ik reed gewoon hier inderdaad. Ja? Dus wilde ik hem hier gewoon achteruit inparkeren. Ja? Kreeg ik technische storing, versnellingsbak. Oeh. Ja. Loopt hij nog wel? Ja, hij draait gewoon. Alleen, ik kan geen gas geven. Ja, hij start gewoon prima volgens mij. Oh, is dat koud, man? Wat heb je nou? Mayonaise op je stoel? Ja, dat is niet goed. Hey man. Hey, hallo. Hey, hallo, hallo. Hey, visite. Leuke hoed. We gaan eens even kijken. Maar waar komt deze vlog op dan? Gewoon aan de bij YouTube kanaal. Oh, oké. Ik ga kijken. Denk over 2 weken, denk ik. Oh, dat is goed. Hydraulische pomp. En dat komt door startspanningval. Storm versnellingsbak, hij komt er gelijk weer in. Ja. Ik ging het wel eens een heuvel naar beneden met een. Toen klapte hij zeg maar bijna grond. Ja, dus ik denk dat het misschien daardoor dat hij is losgegaan. Denk ik ook, joh. Dan geeft hij hem weer hè, op de. Ja. De infodisplay. Ga mijn telefoon wat uitvallen. Zekerlintjes gaan we even controleren. Pakken we even een heel simpel proeflampje. Voilà. Oké, ik heb even in mijn systeem gekeken. Zekeringkast voor in de motorruimte. Deze zekering is van de hydraulische pomp van de versnellingsbak, automatische DSG-bak. We gaan nu even meten in de daadwerkelijke zekeringkast. Pak wel even een simpel proeflampje als ik al zei. En die doet het ook. Nou, deze zekering die zorgt voor de voeding voor de hydraulische pomp. Nou, zoals je ziet is die zekering gewoon heel. Dus ik ben bang dat de hydraulische pomp zelf gesneuveld is. Hé, hey, je zei dat je over een hobbel was gegaan, hè? Ja. Oké. Okay. Gaan we even onder de auto kijken. Alright, dus even kijken of ik iets kan zien. Nou ja, je ziet wel wat krasjes hier en daar, maar ik zie geen hele rare schade of zo. Nee. Hoe hard ging het dan? Het ging gewoon met de neus naar beneden, zeg maar. Maar ik reed misschien 10 kilometer per uur. Oh, nee. Het kunststof van de kunststof op een schermplaat aan de onderkant, die is gewoon. Is gewoon heel rustig. Oké, okay, Giuliano, niet zo goed nieuws dus voor jouw DSG-bak van deze Golf. Maar goed, we gaan een transportje regelen naar de Volkswagen dealer. Yes. En voor jou een andere auto zetten. Dus ik hoop dat de kosten meevallen. Ik hoop het ook. Ja, ik toch? Hé, hey, beste yes. man. Dank u wel. En succes dan, met je restaurant. Ja, u ook. Ja? Hey, groetjes, hè. Yes, groetjes. Hoi. 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 Nou, beste mensen, dat was hem dan. Mijn laatste pechgeval, mijn laatste dienst op Koningsdag 2023. Het was mooi, het is goed zo. Ik heb er heel wat gedaan. Ik heb heel veel leden geholpen vanaf 1997, oktober 97. Met heel veel liefde, plezier en af en toe een traan, maar meestal een lach. Want het is gewoon een hele gave baan, wegenwacht zijn. En ik heb het met heel veel plezier gedaan. Jullie zullen ongetwijfeld meer zien van mij. Voor nu zou ik zeggen, vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. Vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Want dan zie je meer van dit soort vlogjes. Van mij, althans, misschien wat minder. Maar zeker van mijn collega's. Groetjes, dit was Paul. Heb je nou een lamp stuk? Zorg er dan voor dat je een lampensetje bij je hebt. En lukt het nou niet om je lamp zelf te vervangen? Bel dan de Wegenwacht. Dan kun je in de tussentijd mooi kijken naar onze video's. En vergeet niet te abonneren.